Weird Change. Weird Change, wat is Weird Change? Nou, Weird Change is gebaseerd op een uitspraak van Gandhi, Be the Change. Dus wij proberen zoveel mogelijk als burger vragen te stellen aan politici. En de vraag die echt super geschikt is, dat is de volgende. Wilt u even een seconde de vertegenwoordigers van de VVD op de Bilderberggroep? Wat wilt u daarover weten? Ik wil erg graag weten wat daar besproken wordt. Dat zijn altijd vertrouwelijke dingen, hè? Dus ja. Dat krijgt u niet te horen. Ik ben al heel gauw klaar. Ja, dat is heel jammer. Want als kiezer van de VVD wil ik natuurlijk heel graag weten dat mijn vertegenwoordigers wat die daar te bespreken hebben. Nee, maar dat krijgt u niet te horen. Punt. Waarom niet? Klaar. Omdat het vertrouwelijk is. Dat zijn de afspraken die er zijn. Als je wordt uitgenodigd voor de Bilderberg, dan hou je dat bij je. Dat zijn de afspraken die er zijn. En meer heb ik daar echt niet aan toe te voegen. Ze zijn vertegenwoordigers van ons, hè? Nee, toch? Ik ga niet in praten over vertegenwoordigers van ons. Nee. Ik zeg alleen dat al diegenen die daar worden uitgenodigd, die spreken af van tevoren dat ze zich houden aan de code van die Bilderberg. En dat is dat je vertrouwelijk met elkaar over allerlei zaken praat. Dat je de informatie niet aan de kiezer doorgeeft. Meneer Rosenthal, vindt u niet dat het wel tijd is om dat dan toch eens te gaan doen in het kader van de transparantie? Want ik denk dat u wel weet dat er internationaal heel veel vraagtekens bij Bilderberg staan. Sommigen stellen daar vragen bij, anderen vinden het uitstekend. Sommigen en anderen vinden het uitstekend. Waarom is het zo uitstekend? Ja, tuurlijk. He? Maar het zijn politieke vertegenwoordigers. Daar gaat u mij toch weer vragen over. Ja, ik vraag u, meneer. Wat daar aan de orde komt. Natuurlijk. Maar ik ga u dat niet vertellen, omdat het vertrouwelijk is, mevrouw. That's it. That's it. Ja. En wij kiezers mogen dan met that's it genoegen nemen. Er zijn op allerlei punten zijn er tal van mogelijkheden om te horen wat vertegenwoordigers van partijen enzovoort van allerlei zaken vinden. Ja? Maar wanneer het om die Bilderberg gaat, is er een vertrouwelijkheid en die schaad ik niet. Ja? Dat is heel jammer, want ik denk dat wij dat heel graag zouden willen weten. De burger wil graag transparantie. Is tijd voor, hè? Burger wil transparantie. Jammer hoor, meneer Rosenthal. Misschien de volgende keer beter.